net zeggen. Zoeken nog mannen met veel adem. Ik heb alles maar. Hoeveel touwtjes hebben die wel omheen? Moeten we meer dan weer? Ja. Daan. Oh, we zijn heel dun. Jan, nou, Hans, dat is hoor. Goh, jullie het? Nou wel. Neem je moeder in de maling. Wie is dat? Leon! Het slotgeluid van de Moskou-Dam. Dat is leuk, hè, deze? Dat is wel leuk, hè, deze? Meestal... Ja, ik dacht dat jij een naam had. Dan daar zo naar beneden. Dat is het wel. Oh, hij had zijn tandjes aan. Oh, goed zeg. Ik zeg het even aan. Ja, jongens. Ik denk dat ik meer in de put zit dan jullie. Goed zeg, hé. Hey. Hoe vind jij dat, Leonard? Oh, ja. Goed, jongens. Nou, je mag beginnen met alle ballonnen leggen te prikken. Ja. Ik ben een steengroef, jongens. Echt. Oh, ik zal het even in die jas gaan stappen. Ik ben er helemaal confus van. Komen. Ja jongens, nog één keer. Nog één keer komen. Dan ben je klaar, hè? Dan ben je klaar. Nog één keer komen, ben je klaar. Ja, eindelijk ook weer gelukt. Is er wat? Nooit kunnen denken, Kees. Heb je wat tranen in je ogen of is dat regen? Dat is regen. Ja, is ook leuk. Ik zie er nog wat leuk in, ja. Alle drie. Want we zouden eerst met z'n allen naar gereed gaan, omdat dan met Jan het niet zo is. Maar ja. Gelukkig. Ja, zeker. Ja, alsjeblieft. Ah, gekkert. Hartstikke. Oké. Laatste dag hier, hè? Nou, hartstikke. Godverdomme. Zijn er nog fouten, jongens? Deze weg. Ja. 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 Ja
Geweldig, ja echt. Doen we echt het jullie moet ook zijn. Ja. Nee, moet je even zetten? Heb ik niet. Miep, wat is er gebeurd net? Ik heb net gevraagd. Iets ergs. Wat dan? We hebben een hele vervelende panieksituatie gehad. Maar het gebeurt niet meer. Nee? Nee, nooit meer. Oké. Ja,
Oftewel toestel 216. Vanmiddag hier bij elkaar omdat iemand van ons afscheid gaat nemen. Ze zit mij terug naar jullie toe, geen enkel probleem. Daar is ze. Zo ziet ze eruit. Het is natuurlijk een wat merkwaardige toestand om wanneer je afscheid gaat nemen van iemand die haar carrière bij de archiefdienst als telefonist eindigt, dan moet je draaiboek in een telefoonboek zitten. Maar het is zo zwaar dat, nou, ik ben alleen twee valletjes maar. En dan ga ik in mijn draaiboek verder. Het programma van vanmiddag, heel belangrijk. Er hebben zich 12 sprekers gemeld. Ieder van hen krijgt 25 minuten spreektijd. De RET verzorgt vannacht extra bussen en trams hier vanaf de Mathenessenlaan. We hebben een programma samengesteld, Riet, pardon, nummer 9, centrale. Programma voor je samengesteld en daarin zijn heel erg actief geweest de toestelnummers 208, 210, 211, 216 en 220. En dan weet jij wel wie dat zijn. Jullie hebben het al gehoord, ik ben de ceremoniemeester. Binnen deze dienst sta ik bekend als toestelnummer 216. Wanneer jullie me voor jullie eigen party willen hebben, privé, 4, 67, 50, 57. En dat nummer wijzigt na 13 oktober niet. Moet maar ophouden met dat toestand 9 tegen jou. Gewoon Riet? Ja? Oké. Okay. Wie is Riet van der Waal? Haar roots, om dat mooie Engelse woord maar eens een keer te gebruiken, liggen sinds 13 oktober 1888... in hoge en lage Zwaluwe en sinds 2 december 1891 in Rotterdam. Dat zijn respectievelijk de data en de plaatsen waar jouw ouders geboren zijn. Op 28 februari 1912 traden Cornelia Theodora Beemen en Cornelis Visseren met elkaar in het huwelijk. En in een sneltreinvaart werd dit echtpaar een gezin. Even wachten, wie is nou oude Jan en wie is nou kleine Jan? Dat is oude Jan. Dat is oude Jan. En dat is kleine Jan. Zo, dat... kleine Jan, daar staat kleine Jan. Even voor allemaal. Dat doet de kleine Jan. Goed. We hadden het over dat echtpaar Visseren Beemen. Nou, dat ging inderdaad hard. Broertjes en zusjes van Riet werden aan de lopende band geboren, hoewel Riet er zelf toen nog helemaal niet bij was. Gerardus, de oudste, werd in 1912 geboren en Wilhelmus, 1929, was even de laatste en daartussenin zaten toen nog ook 11 andere kinderen.
Vader en moeder Visseren haalden even adem en na een korte rustperiode van 4 jaar verscheen Maria Cornelia Visseren op 25 januari 1933 op deze aardkloot. Al dit soort zaken kan je in een archief, nee, dat kan je in ons archief vinden. En het zijn de collega's van Riet die al die archiefstukken op de juiste plaatsen leggen, toegankelijk maken en ten dienste van het publiek stellen. Dat betekent dat vaak mensen helemaal niet achter hun bureau zitten. En dan was het voor Riet maar weer heel erg moeilijk om die mensen bij een telefoontoestel te krijgen. Hoe moeilijk dat soms ook was, kon je nooit aan Riet's stem horen. Zo vond die intercom helemaal niet erg. Deze was nog heel aardig. We kunnen hem ook zingen met woehoe. Maar goed. Riet als telefoniste, een voortreffelijk wijf. Echt waar, ik heb een medewerker, helaas is hij er niet. En die noemt haar altijd Tante Riet. En dat vind ik echt, ja, voor mij ben je niet tante, want voor mij ben je gewoon Riet. Als je bij deze Riet van buiten vandaan belde en je vroeg inlichtingen, stond ze ook altijd klaar. Ze wees de mensen naar de correcte afdeling toe. En ze fungeren meer of meer als eerste zeef. En soms bleef ze tot het bittere einde doorgaan om zelfs de meest vervelende vragensteller heel vriendelijk te woord te staan. Thank you.
moeten naar de fotoafdeling van de studie, omdat de studiezaal mij weer terug had van u, u weer aan mij terug had. En die, toen heb ik naar de bibliotheek. Ja, daar heb ik nog niet gezien. Geen liefde te luisteren, zeg maar ook niet hier. Dan moet je bij de centrale bibliotheek zijn. In de stad. Geen klachten gehad of wat dan ook, maar ik zou het echt niet weten waar ik nu heen zit.
Ja, ben je dan maar naar de zon weg van deze? Nee, de nee, want de bal gaat er daar weg. Met een afscheid gaat bemoeien. Dan, ja, dan gebeurt dat gewoon. En daarom dubbel jammer dat Hans er niet is, maar ik krijg hier zijn nieuwste cd. En die eerste heb ik mooi gevonden. Tweede ook weer. Ik ga een trekje draaien. Als je wilt dansen, dans je maar. Ik ga een muziek draaien van deze cd. Oké. To all the girls I've loved before.
Dat wij hier zijn natuurlijk. Aad doet al een paar jaar ook mee aan de spaarloonregeling van het archief. Hij was over zijn 4 jaar heen en zegt: nou jongens, we halen de family hierheen en ik doe mijn spaarloonregeling even opofferen. Dus vandaar dat wij hier zijn. Het heeft wel wat gekost, maar we gaan verder met een rustig liedje. En dat is getiteld I Am a Singer. Of niet, El, doen we dat Engelstalig? Nog steeds eentje Engels. Oké. Het is een liedje van René Froger. Hij heeft er zijn zakken mee gevuld. Doet maar z'n Rotterdammer heel veel pijn. Maar goed, het moet maar. Het liedje, dat is getiteld This is the Moment. Speciaal voor Tante Riet. De laatste dag. Ik hoop dat het een beetje naar je zin heeft. This is the moment. This is the day. This is the moment when I know I'm on my way. Every and ever I have made ever, it's coming into play. It's here and now today. This is the moment.
This is the time when the momentum and the moments are in line. Just give me this moment, this moment, this moment. I'll gather up my past and make some sense. Als je in de Zoomstraat bent geboren, denk je dat je nogal wat Engels kan verstaan? Ik weet het niet. Geef het niet, dat zal elkaar verstaan. Maar niet openmaken, niet openmaken. Zo is het, zit daar ook nog familie, ja? Even wachten, zo. Niet openmaken. Denk ik wel. Is toch geen bombrief? Nee, nee, niet openmaken. Hans, ja. Ben jij in staat om... Nee, zal ik eens iets heel ergs vertellen? En dat is waar. Dat is echt, dat is geen grap. Ik was vergeten om de recorder op opname te zetten. Dus halverwege het optreden van Hans en zijn vader kwam ik ineens tot de ontdekking dat... Het is echt waar. Echt waar. Grootste fout die je als geluidsjournalist kan maken. Nee? Zenuwachtig? Ja. Voor eens? Ja. Hans, ben jij in staat om Nederlands te zingen? Ik ben in Nederlands opgegroeid, dus ik spreek Nederlands. Dus zou misschien kan ik het ook wel zien, ik weet het niet. Hij noemt Rotterdam Zuid-Nederland. Ja. Ja? In de stad hebben ze allemaal van die stadse fratsen, dus... Maar als je nou in Nederland zingt, wil je dan een bepaalde tekstschrijver hebben, of...? Ja, dat vind ik wel fijn, ja. Ja, ook een tekst natuurlijk, want anders dan lukt het niet echt, denk ik. Dus, ja, als jij een tekst voor mij... Ik heb daar ook de luidsprekerbox heb ik wat voor je neergelegd. Cadeautje? Ja, een tekst. En, als hij even gaat staan, krijgt hij nu een applaus. Henk, waar zit je? Kom eens even, Henk Heijsens. Tekst van Henk Heijsens. Het is heel knap hoe je het inderdaad Henk allemaal geschreven hebt. Ik heb soms wel eens problemen om met bestaande teksten en dan zelf een tekst te zien. En dat is helemaal knap, vind ik zelf. En ik ga proberen om het zo goed mogelijk voor je te brengen. Als het niks is, dan geven we mijn moeder een seintje en dan gooien we alles uit. Oh, niet meer. Het is op het wijzen van Keto Winky. Speciaal voor onze eigen Tante Riet. Thank you.
wordt heel anders bij de ingang. Nu je haar stem daar niet meer hoort. Zij gaat zelfs knobben dan verlaten. Verhaal de stad voor Oosterhout. En dat zal echt niet lang meer duren. Maar ze is al bijna afgebouwd. Maar plotseling is ze daar. Van de Waal voor jou? Alles. Ja? Alles. Maar Riet van de Waal? Hele vriendelijkste. Rob Geringa? Goed begin van de dag, hè? Familie van de Waal, kijk nou even. Jullie hebben al die namen gehoord. Hier heb je nou de poppetjes die erbij horen. Bollemeijer? Ik vond het geweldig en jammer dat ze weggaat. Eeuwig zonder. Een van de mensen die jou voor is gegaan, Henk de Boom? Ontzaglijk veel plezier mee gehad en gedacht aan de eindeloze bordjes en vorkjes en mesjes die ze in de kantine gedekt heeft voor ons. Dank. Floor, foto afneemt. Onze rotsende branding. Ja, perfect vind ik hem. Koen Schimmelpenning. Ja, dat zangerige Rotterdams. We hoorden het vandaag ook weer. Ik ga je doorverbinden. Dat vond ik aan het. Ja? Nee, je bent nu toch ineens van het woord. Ga eens even daar staan. Ga spelen. Ga spelen. Denk deze mee. Mevrouw van der Waal. We hebben daar onlangs nog over gesproken. Of dat nou zo moest in de golf van de democratie. Of je elkaar nou nog mevrouw en meneer kon blijven noemen. Maar ja, we zijn er toch uitgekomen, dat moest zo blijven. Ook ondanks het naderend afscheid, daar was geen begin aan om deze pijlers onder onze maatschappij weg te trekken. 1 mei 1977 bent u hier gekomen, bij mevrouw Pas natuurlijk ook u. Al dat gejuich, dat is toch allemaal niks. Het is dus ook in de telefoon sprak je de bezoekers toch meestal met u aan. Alleen als de emoties heel erg hoog werden, dan kwam wel eens een jutje doorheen. Een 1 mei 1977 bij de huishoudelijke dienst. En altijd binnen die afdeling interne zaken gebleven. Ja, bij de telefoon. Centrale figuur in ons apparaat. Letterlijk. Ja, en natuurlijk ook figuurlijk. Want je zat ook in het midden van het gebouw. En je voelde je ook als een soort spin in het web. Van daaruit werd alles doorverbonden. Als tenminste zo betamelijk waren op de plaats te blijven zitten. En als er eindelijk eens iemand antwoordde op die prachtige oproep door het gebouw. En dat kon wel wat tijd nemen. En als je dan zelf opbelde. Ik merkte onlangs nog weer. Dan hoorde je daar weer een andere telefoon dwars weer heen gaan. Dat je daar niet stapelgek van wordt. Van al die telefoons door elkaar. Ik vind het een raadsel. En maar blijven lachen en vriendelijk zijn. En heel spontaan. Ik was een keer getuige van een voorstel wat meneer Schone deed. En toen liet u zich zeer spontaan op het vallen zeggen. Zo gek ben je toch niet? En onmiddellijk erachteraan, ach meneer Schone, dat heb ik toch niet gezegd? Ja, dat vind ik knap, dat had hij natuurlijk wel gezegd. En u had het ook zelf gezegd. Maar even denken van, hey, gaat dit niet te ver? Het spontane was ook in de bus. Ik zie onze tochtjes. En als je even behoefte aan vrolijkheid had, dan ging je, als het zo'n tweedekker was, dan ging je naar beneden achterin. Met meneer Lubbers. Ik zie hem weer achterin. Hoe dat precies was, of de ene het nou aangaf of de ander, weet ik niet. Maar daar heerste een ongemene vrolijkheid daar beneden. Dat was fantastisch.
Ook zonder geluidsinstallatie kon je dat door de hele bus heen. Ik zette net al dat prachtige Rotterdams. Ik probeer het mensen uit te leggen. Hoe vind je dat nou in Rotterdam? Zeg, moet je een keer het archief opbellen op de telefoon? Ik wist dat wanneer u uiteraard dienst had. En dan zei ik, dat is echt Rotterdams. Dat gaat zo prachtig naar boven en die mooie uitgang. We hebben ontzettend gezellig gesproken. Henk ten Boom zei het al aan de... aan de lunch, waarbij we in onze fantasieën daar een enorm apparaat van broodjes en soep en van alles hadden. Maar uiteindelijk bestond het uit het eigen meegebrachte materiaal, plus het heerlijke kopje koffie wat we kregen. En of er betaald moest worden. Er zijn mensen werkelijk gepunt op het dubbeltje. De stuiver, kleine eenheden kwamen er niet voor. Er moest betaald worden, ten gunste niet van uzelf, maar ten gunste van het archief. Ik denk dat al deze eigenschappen bij elkaar, als je zeker in die laatste fase nog kijkt naar de PC, die daar absoluut gemeengoed bij is geworden. Nou, dat had je 10 jaar geleden toch ook niet gedacht, dat je ooit nog achter zo'n toetsenbord zou zitten en daar geweldige gegevens inbrengen waar heel Rotterdam naar uitkijkt en ook vooral de mensen uit Albeiland erg geïnteresseerd zijn. Ik denk dat je daar de wetenschap een geweldige dienst mee hebt bewezen. We hebben ontzettend meegeleefd met het wel en wee van uw man. En we zijn ontzettend blij dat hij erbij is, dat uw beide zoons erbij zijn en de schoondochters en kleinkinderen, de zuster. Ik was heel even in de war gebracht. Ik dacht, god, mevrouw van der Waal is al binnen, maar dat was de zuster. Dus ze lijken toch wel ontzettend op elkaar. En zelfs de toekomstige buurman, dat komt niet veel voor. Misschien is dat ook meteen de laatste keer dat jullie elkaar nog zo vriendschappelijk zien. Want ik weet natuurlijk niet hoe je in het huiselijk leven bent. Wel weten dat het volkstuintje opgeven een groot offer was. Maar er komt een tuintje voor in de plaats in het verre Brabant. Je moet het wel heerlijk vinden om daar te gaan wonen. Dat is... Voor Rotterdam is natuurlijk nog wel even wennen. Keus, als ze nou naar Zuid was gegaan, is dat nog net zo erg geweest als Oosterhout. Nou, dat weet ik niet, maar we moeten het toch minstens in die sferen zoeken dat er toch wel een grote overgang voor ons is. Ik heb misschien overdreven grappig natuurlijk eigenlijk de tranen proberen in te houden. Leonard had die grote bak hier gemaakt en bij het lied van Ketel Biggie kwam het al naar voren. We kunnen toch wel moeilijk afscheid van elkaar nemen. En toch het archief zal, ja, ik kan me niet goed voorstellen, maar het zal toch doorgaan. Vanmorgen leek het er even niet op dat het nog door zou gaan, maar we hebben dat probleem ook weer opgelost. Ik denk dat alle in het gebouw, iedereen van jong en oud en hoog en laag hier in het gebouw gezeten, wat de verdiepingen betreft, welk nummer die ook heeft, en zelfs vele bezoekers die de stem goed kennen, het voor jammer zullen vinden dat u verdwijnt. En dat lijkt me het grootste compliment wat je kunt geven. Niet dat je zegt, zo, het is maar goed dat ze weggaat, want het werd toch langzamerhand wel tijd, een beetje zo'n bibberig stemmetje en dan nog eens een verkeerde instelling noemen. Prachtige stem, echt buitengewoon geschikt voor het gastvrouwschap, wat toch de eerste contact voor heel veel mensen met onze dienst is. Ik doe het met een traan en met een bloedend hart. Ik denk dat dat voor ons allen geldt. Maar om dat afscheid nou wat te verzachten, hebben we natuurlijk wel wat bij ons voor u. En nou moet ik hem even kwijt. Ik hoop dat dat mag. Vertel wat je mag. Ja. Ja, maar ik moet alles tegelijk vasthouden. Het gaat in etappes. We gaan eerst met het levend materiaal aan de slag, mits je dat tijdig water geeft. Dat andere. Dit leggen we op tafel. Nog een ruikertje erbij. Ja? Nou de grote. Er is door iedereen geld bijeengebracht. Het is ons niet helemaal duidelijk waarvoor. Die wens was wat vaag. Een lamp in het midden van de kamer. We kunnen ons dat niet helemaal voorstellen. Of die hangt of staat. Of een combinatie van beide. In ieder geval laat het bedrag een zeer goede keus toe.
En het is iets wat we echt met ons allen, nou ja, omdat je weggaat, maar eigenlijk hadden we het liever niet gegeven. Want dat had betekend dat je nog niet was weggegaan. Een boos. Ik ben niet zeker van of als je het lang laat staan, er nog meer aankomt. Je kunt het beter uitgeven. Ja, in Oosterhout. En tenslotte is er nog iets. Er is een bundeling gemaakt van allemaal persoonlijke indrukken die mensen van u hebben. Die u hebben meegemaakt, die hier in de zaal zijn. Die in het verleden met u gewerkt hebben. Dus mensen die ook al met pensioen zijn. Dat alles is gebundeld in een heel groot boek. Daar zitten foto's bij. Daar zitten geweldige tekentalenten bij. Er zijn mensen die wat geschreven hebben. Ieder vanuit zijn eigen visie hoe die u in de loop van de korte of langere tijd van zijn leven heeft meegemaakt. Er zit zelfs een bezoeker bij. Er zit een bezoeker bij. Meneer de Wit. Dat zit hierin. En je moet het maar even uitpakken. Je moet het even uitpakken. Ja, die doos, dat is natuurlijk wel verplicht in dit gebouw. Op de doos staan alle namen. En dan moet je hem even openmaken. Ja, die techniek, die verstaat u natuurlijk. Miranda heeft dit gemaakt. Oh, is dat mooi. Thanks. Ik wil iedereen verzoeken om aan het einde van dit onderdeel van het programma het glas te heffen. En mevrouw Van der Waal en meneer Van der Waal en alle die familie en vrienden om haar heen zijn. En daarmee eigenlijk een beetje onszelf ook een goed leven toe te wensen zonder dat we elkaar dagelijks zien. En daarmee heel veel dank nog eens verwoorden voor al die jaren. We hebben het glas op mevrouw Van der Waal.
weinig ruimte, maar we gaan er het beste van maken. Het is een belofte, dus die moet absoluut daar worden gekomen. En ik zal het eenvoudig houden, namelijk het gewoon zeggen dat we een foxtrotje doen. Dat moet wel lukken, denk ik. Even druk in gesprek. Moet ook gebeuren. Goed, dames en heren, geef ze wel zitten applaus. Minister Opening en Katrien. Het liedje is van Jeff van Aanzen. Ik hou van jou. En eens toen ik van jou zag. Omdat ik toch zo heel veel van je hou.
Yeah.
applaus voor Corrie Kinnaman. Misschien wil ze nog een woordje zeggen tot de uitgenodigd. En dan kom ik even de microfoon brengen. Zo overweldigend. Ik heb echt, ik ben echt helemaal emotioneel. Ja, ik kan eigenlijk heel weinig zeggen. Dus dank. Veel dank voor al degenen die zich echt zo uitgesloofd hebben. En zeker ook de muziek die je gespeeld hebt hier vanavond. Of vanmiddag, wat is het? Maar ik zou iedereen heel hartelijk danken. En die blijven allemaal heel diep in hart. Ja. Ja, van binnenuit, hè. Heb je alles van binnen? Ja, goed. Heel hartelijk bedankt voor het woord. Allemaal. Ja. Ja, ik ben daar. Helemaal. Ries van der Waal. Je bent gek van de zon in de Dank u wel. Huishoudelijke mededeling. Zojuist een mededeling gekregen. We mogen tot 2 uur vanaf. Beste mensen. Toch nog heel even. Hans, Frans en Ellie, het was meer dan wat we gedacht hadden. Daar is het punt dat de mensen zijn die vanavond om 8 uur naar Goede Tijden Slechte Tijden willen kijken. Jullie gaan dus iets eerder weg. De tekst van het ketelbinkie van Henk IJssens ligt bij de receptieregister, dus dat kan iedereen meenemen, dan kan je nog even lezen. Dan, ja, het is wat rommelig, maar er wordt straks hier wat geluid afgebroken, hoewel ander geluid doorgaat. Dat is geen teken dat het afgebroken is. Echt niet. We blijven dus gewoon nu gezellig bij elkaar, want nu kan ik eindelijk vroeg doen.